Hallo mensen, welkom bij Game Tigers. Je denkt misschien, what the fuck is dit voor een vage shit video? Maar Inderdaad. En dat is het ook. dat is het ook, want dit Ik is ben dood. Carry Small. Dit is moeilijker. Want dit Moeilijker. is Carry Small. Dit is Carry Small en dit is een minigame en die heet Smash. Nou, ik zal eerst even uitleggen wat Carry Small is. Jullie hebben was. Laat maar. Ik ga Jullie hebben verder. waarschijnlijk al gezien wat Carry Small is in een van onze eerdere video's, maar als je dat niet hebt gezien, geeft niet. Jawel, geef wel. Ga kijken, mensen. Nou ja, we gaan zo straks even uitleggen waarom we deze video maken. Ik hoor echt van alles achter me pleuren. Maar dit is Smash. Smash. En Smash is een game mode. Waar je niet hoort te cheaten. En ja, het doel is als je hebt twee teams en ja, er vallen allemaal dingen uit de lucht en het is allemaal van hout en stenen en zo. En als er een blok, want die vallen zo, dan is er een blok op een plateau land of zo, dan knalt het helemaal kapot. En jij als je teamvertegenwoordiger moet jij dus als langste overblijven. Wat je vaak dus hebt, is dat je gewoon eraf pleurt omdat je niet weet wat je moet doen. Inderdaad. Maar dat gebeurde bij mij dus twee keer. Dit is een Smash. En dat is even ter verduidelijking wat we nu aan het doen zijn. En wij vonden dit dus wel een rustige achtergrond om even te vertellen wat wij van plan zijn met ons kanaal. Vandaar gaat Rick even uitleggen. Ik wil zo. Ja. En vandaar gaat Rick even uitleggen wat voor game modes Carry Small allemaal heeft en wat we nog allemaal kunnen doen. Nou, Carry Small heeft echt zo ongeveer duizenden game modes. Denk je? Nee, 100. Nee, eigenlijk niet. Nou, we hebben het. We gaan een hele hoop game modes doen met game tires. Bijvoorbeeld Proppens. Als je die kent, dan ken je geen PewDiePie. En bijna iedereen kent PewDiePie. Dus je kent waarschijnlijk ook Proppens. Oftewel, Proppens, dan word je dus een ding. En dan moet je verstoppertje spelen. Ja, en dat is Proppens. Ja. En wat we ook nog kunnen doen is Slatbuild. Dan moet je bijvoorbeeld een slee bouwen. Snel mogelijk. En dan zo snel mogelijk van de helling afgaan. Ja, we zijn gewoon van plan om daar completions over te maken. Dus niet, oh, we gaan even een sleetje bouwen. Oh, dat duurt veel. Ik knalde met mijn kop tegen twee palen. Ja, en dat duurt veel te lang. Nee, we halen voor jullie de leuke stukjes eruit. Wees vereerd. Oké, nu hetgene waar de fucking video om draait. De video draait om een announcement. God, ik pleur weer. Mooi woord, joh. Announcement. Ja, ik cheat even, want anders duurt het. Ja, ik ook. Dit is een announcement voor de Q&A die wij gaan houden. En de Q&A gaat zo, ja, we willen heel graag gewoon, god weer, in onze Minecraft video's of in onze leuke andere video's en die jij natuurlijk altijd hebt gekeken. PD bijvoorbeeld niet, want dan ga je meer naar de game toe, weet je wel. Maar Minecraft, dan loop je toch maar een beetje te lullen. En we willen gewoon heel graag onderwerpen over gewoon weten, weet je, weet je. Beetje. Dus dan doen we Q&A. Een Q&A. Dan, wat houdt dat in? Jij moet gewoon vragen stellen of tips. Heb je leuke tips? Heb je leuke vragen? Heb je leuke ideetjes voor onze kanaal? Of heb je gewoon vragen voor het dagelijks leven? Of wil jij gewoon leuke antwoorden verwachten? Levensadviezen voor ons, want wij weten van alles. Wij weten heel veel. Dan zoeken wij het voor je op. En ja, wij gaan in elke video op zoek om een antwoord voor jou te vinden. Ja. En wacht even, want Rick is een beetje veel aan cheaten, vind ik. Helemaal niet, ik ga geen keer gaan cheaten. En ja, dit is ja, weet je, als wij een Q&A houden, betekent dat ook dat wij een Q&A houden. Wij houden ons daaraan. En als jij dus gaat zeggen van, verzin eens een leuke vraag, Rick. Als je vraagt van waarom zijn jullie zo Mogol geboren? dan gaan wij een antwoord vinden. Ja. Wikipedia waarschijnlijk. Nou, we gaan daar leuke video's over maken. En vandaar, ja, dit is eigenlijk ook een soort announcements video. Maar als jij nou bijvoorbeeld leuke games hebt. Welke games zou jij graag willen zien op ons kanaal? Zeg het! Zou jij het liefst Beauty willen zien op ons kanaal? Zeg het! Zou jij heel graag... verzin eens iets, Rick. My Little Pony the Game willen zien. Zeg het! Wij doen dit voor je. Nou... misschien niet. Als het te vaag wordt, dan doen we het niet. Maar we denken erover na, in ieder geval. En als jij nou zegt... wij willen een antwoord op deze vraag. Nou, wij doen dat. Holy shit!
En Rick is weer dood. Ik ga hem ook nog SpongeBob de game leggen, dus als jullie dat willen zien, zeg dat ook in de comments. Ik heb nog Pyjama Samen, Freddy Fish en al die zooi. Ja. Zag het. Dus ik kan ook gewoon vragen, willen jullie dit voor mij spelen? Ik vind het echt zo leuk. Wij doen het. En ja. Wij doen alles. Wij zijn gewoon slaafjes. Wij doen alles. Wij hebben gewoon heel veel over onze abonnees en daardoor ook. Nou, bij de 100 abonnees gaan wij ook iets speciaals doen. Maar dat zeggen we nog niet, want we weten nog niet wat. Maar het wordt heel speciaal. Zo, het wordt een epische... Een epische, hoe noem je dat? Een epische beloning. Ja. Weet je, dat is gewoon fucking vet. Oké, ja, kleine laak. Oké, okay, nou, never mind, dan ga ik gewoon verder. Eigenlijk viel Rick uit, maar dan heb ik gewoon even uitgehaald. No problem, mensen. Wij doen alles voor, zoals het hoort. Ik ben weer uit. Nou, dat was dus... Ja, Rick viel even uit, dus ik dacht van ja, zou ik het nou even afknippen of niet? Ja. Dus wat waren we gebleven bij de Q&A natuurlijk, ja. Als jij nou dingetjes hebt, wij doen het voor je, dat hadden we net gezegd, ja. Ja, en wat hadden we nog gezegd? Ja, weet ik eigenlijk niet meer. Maar we hebben ook nog, weet je, games. Games, ja, we hebben games. Godsam. Ha, lekker voor je. We hebben games, en we gaan al die games uploaden. En, what the fuck. We moeten een map kiezen. We hebben heel veel keuze. Deze. Twee maps. Awesome. Gaan we die. In ieder geval, we gaan even verder met Smash. We hebben natuurlijk games die wij kunnen doen. En we hebben heel veel games. En we kunnen ook heel veel afleveringen van maken. En we gaan misschien ook nog livestreamen. Maar dat zien we heel erg laat nog wel. Maar in ieder geval, we vieren het gewoon omdat we 70 abonnees hebben. En we willen heel graag iets doen voor onze kijkers. We zijn heel interactief met ons. En met ons kanaal bedoel ik. En we zouden heel graag iets met jullie willen doen. En dat komt niet vaag over. Maar we willen heel graag gewoon interactiviteit tonen met onze kijkers. Ja. We gaan gewoon nog één potje Smash doen. Even op de game richten. Ja, dus als je... Stel, even conclusie. Q&A. Reageer op deze video, niet op andere. Ja, mag ook natuurlijk. Maar deze video wordt heel erg speciaal. Dus reageer... What the fuck? Dus reageer erop. Als jij bijvoorbeeld graag wilde wij een horror game doen. Als jij bijvoorbeeld graag... Oh, van die singleplayer zou ik echt meer willen zien. Als je nou vraagt van... Rick is dood. Dat wil ik heel graag nog een keer zien. Nou, dat zag je dan. Vraag het gewoon. We hebben heel veel games voor jullie in petto. En als jij vindt survival games, dat vind ik echt zo leuk. Doe dat. En wij doen het voor je. Nou, we doen nog één potje Smash tot ronde 10. En dan gaan we eens kijken wie die gaat winnen vandaag. Ja, dat ben ik. Dit is de beslissende game. Ja. Ook al ben ik al 20 keer dood gegaan. Dit is de beslissende game. Oeh, shit. Nee! Ja, ik heb gewonnen. Ik ben de beste. Hebben we nog iets nuttigs te vertellen? Nee, ronde 10, hè? Ja, joh. Het staat nu 1-1, dus Ja. Of niet? Ja. Ja. Hebben we nog iets nuttigs te vertellen, Bas? Nee, dus nu gaan we gewoon ons op de game richten. Hebben we ooit wel eens iets nuttigs te vertellen? Nee, daarom hebben we ook Q&A's nodig. We moeten lol hebben. We moeten lulverhaaltjes aanpraten, dus Yep. We hebben jullie nodig. Hey, Bas. Wat valt er eigenlijk uit die dingen? Stenen? Dat zijn het vaste. Oh, what the fuck? Oh, nou komt het. Nou krijg ik het gedonder. Oh, dat fleurt alles. Nee, fuck jou, hoe kan je nou zo lang overleven, bitch? Jij ook, hoor. Yes, ik heb... Oh. Everyone loses, ja, lekker. I'll draw. Oh, leuk. Iedereen verliest, ja. Zeg dan even dat iedereen wint of zo. Oh, ik sta 2 achter. Oh nee, daarnet was het draw. Dus ik sta... Jij staat 1 voor, dus. Dat is wel vaak dat je dat er niet bij ziet staan. Er staat nou 1-1, hè, volgens het dingetje. Nee, dat zijn je players, volgens mij. Of niet? Nee. Oh. Oké, okay. Het zal wel. 1-1. Ik sta in het midden en dat is heel erg safe. Ja, totaal. Zie je dat brugje safe zijn, man? Oh, okay. Ik... Oh, fuck! Oh, shit! Ja, ik heb gewonnen. Auw. Red team. Ah, oh, lucky. Pro-heid. Dat noemt men pro. Ja, Rick, kijk eens naar me. Kijk. Je bent echt lelijk. Je bent echt lelijk. Je bent echt lelijk.
Ja, wat fuck. Jij bent lelijk. Ja, zo zwaar ben. Jij bent zo'n oude. Ja, ik weet niet hoe jij bent. Je bent gewoon een normale mens, eigenlijk. Ja, ben jij normale mensen lelijk? Donder ons, Wat zijn het voor dingen? Het zijn vierkantjes of zo. Bam. Het zijn kasten volgens mij. Die uit de lucht kleuren. Holy shit. Ik leef nog. Jij bent lekker dood. Yes. Ik ben nog niet dood, hoor. Nee. Maar jij nog staat hier nog iets? Ja. You a lucky bastard. Oké, het staat 2-2. Het is echt heel spannend, jongens. Ik weet het. Het is echt heel vet om dat te kijken ook. Heel leuk om de blokjes uit de lucht vallen te kijken. Kijk dan. Kijk dan. Oh shit, die hond. Oh, ik keek en ik vond het geweldig. Heel safe om die brug te gaan staan was. Ik blokkeer de weg voor je. Doei! Oh, jammer. Ik zag het zo gaan zo. Kijk, ik voel een blokje aan. Ah, hij is mis. Wat zijn het? Het zijn kasten, kijk dan. Ik weet het niet. Zie je de kast zijn? Dat zijn kasten, zie je de pootjes? Ja, ik zie het als zwarte dingetjes. Ja, ik ook, maar het zijn kasten. Of tafels, dat zou misschien ook nog kunnen. Ah, net zijn kasten. Oké. Wij vragen iets aan jou. Wat zijn dit? Dan mag wat je ook erbij zetten. Vraag. Als jij nu heel erg veel fantasie hebt, dan moet je gewoon in de comments typen hashtag ding en dan je antwoord erachter. Dat mag ook. Ja, je mag alles zeggen in de comments. Ja, dan moet, als je antwoord wil geven op deze vraag, what the fuck zijn die dingen? Hashtag ding antwoord. Zie jij mij ook een beetje spastisch doen? Ja. Ja, een beetje spastisch met je ogen aan doen. Jij ook. Jij kijkt naar links. Jij kijkt van jou naar links onder. Jij kijkt zeg maar mijn ogen alle kanten op. Oh nee, daar komt het ding aan. En niet op ons. Ah, jammer. Dit is echt het spannendste deel van heel Smash. Dit is echt het gewone deel waar nooit iets komt, weet je. Ik oh, daar komt iets, daar komt iets, daar komt iets. Nee. Ja. Ik zou jullie dat heel erg graag willen zien. Oh. Maar ja, jongen, mis. Dit is dus de vraag aan jullie. Hashtag ding antwoord. Als jij nou veel fantasie hebt, post het. Dit is echt gewoon 10 out of 10 gameplay. 24-7 hier staan zo. Dit is echt. Kom we pleuren naar beneden en kijken wie het snelst beneden komt. Nou, op de 20 seconden. Ja. Nou, dit is echt gewoon. 25, oké. 3, 2, 1. Ja! Kutrek. Lekker voor je, Bas. Tricked. Outplayed. Kijk, zo moet hij natuurlijk weer winnen, hè? Ja, ja. Hoe anders? Zo is hij nou, hè? Ja. Maar ik ja, kan nou, nog steeds, ik maak een comeback, hoor. Zo staan, zo kom ik wel voor te staan, ja. Ha, lekker voor je. Lekker ik maak een keiharde comeback. Lekker voor je, lekker voor je. Oh, wat? Wie het langst dan kan blijven staan hier zonder dood te gaan. Ja, hé, hij hoeft lul. What the fuck? Leef jij nog? Ja. Auw. Lekker! Op een balk. Lekker, lekker, lekker. Oké, okay, het zijn 3-3. 3-3. Dit is het. Het. Nee, het zijn nog twee rondes. Shit. Ik kom niet gelijk. Kom, we springen tegelijkertijd naar beneden. Dan wordt het gelijk spel. Dan kunnen nee, we de nee, laatste nee. Ronde echt. Ja, oké. Okay. Wordt de laatste ronde. Nee, want dan ga je me weer trollen. Nee. Dat is niet waar. Jawel. Ik ben super betrouwbaar. Behalve als ik wil winnen. Dit wordt spannend. Wie het langs op deze brug kan blijven staan. Ja. Ja, een beetje van deze brug afgaan. Ik ben dood. Lekker. Ik ben echt keihard aan het winnen, jongen. Nee, het is er nou maar 4-3 voor. Het kan nog gelijk worden. Okay, zal ik het mooie, spannende muziek erachter editen nu. Nee, ik ga er niet editen. Oh ja, ik moet wel. Volgens ja. Omdat jij uitgevallen was, haar poep. Ja, lekker voor je. Lekker voor je. Even spannende muziek. Wow! Wat was dat? Wat was dat? Hey, ik moet nu even wennen, want anders verlies ik. Oh kut, oh kut, oh kut, oh kut. Er gebeurt ook echt helemaal niks. Nope. Oh shit, die gaat smashen. Oh. Oh. Oh shit. Oh, fuck. Oh, oh nou, als ik dit verlies, dan wordt het mijn einde. Nee! Ah, nee. Ja, oh, yes! Net! Ik heb net gewonnen. Zeggen we dan bedankt voor het kijken, mensen.
Ja, mensen. Ja, nee, dat is eigenlijk. Oh ja, op de 1 seconde dan ga ik niet niks aanklikken, niks aanklikken. Oké, mensen. Ik vond het echt heel erg leuk. Bedankt voor het kijken. Reageer. Hashtag ding. Antwoord kan ook nog. Stel je vragen. En. Rick maakt af. Oh.